Ja jongens, we hadden vandaag hoog bezoek op Gamers Net, namelijk de Master Chief kwam langs. Hij wilde graag dat wij Halo gingen spelen. Wij hadden iets andere ideeën. En nou staat hij hier. Maar, onze mooie headset te showen. Bedankt John dat jij onze headset model wil zijn. Want anders ligt de headset altijd maar gewoon in Gamers Net Gear gewoon te liggen. Maar nu hebben we eindelijk een soort van model. Ik vind het wel beter. En het benadrukt ook meteen dat deze SteelSeries headset gewoon ook heel erg voor brede hoofden zeg maar, geschikt is. Nee, het leuke is, dit is dus de SteelSeries Siberia X300. Wat eigenlijk een soort van afstammeling is van gewoon de Siberia versie 3. Ja. Maar die kenmerkt zichzelf ook met een band die een soort van zichzelf automatisch verstelt. En er zit niet echt een body in, het is eigenlijk allemaal... Het is allemaal een beetje flexibel inderdaad. Het is heel flexibel. Dus zelfs met, als je echt zo'n hoofd hebt of je wil gaan gamen met een helm, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hij past. Ja, volgens mij hoort hij er niks meer van de geluidskwaliteit. Maar hij past wel. Ja. En dat moet ik ook zeggen, het is sowieso, ook in de e-sport en zo, headsetje wordt heel veel gebruikt omdat hij gewoon heel comfortabel en lichtgewicht is. Dat is het vooral. Weet je, ik game nog wel eens en dan ben ik echt zo wat blind, zeg maar. Ik heb geen idee wie naast me zit of tegen wie ik ga praten. Dus ik heb vaak een bril op met gamen en dan vind ik altijd... Met andere headsets, dan heb ik altijd zo'n last van mijn oren op een gegeven moment. Omdat dat zit gewoon te druk en te duwen. Ja. Alsof ik twee wolkjes op mijn gezicht, om mijn oren heb, zeg maar. Ja, nee, ik snap helemaal wat je bedoelt, want ik heb dat probleem zelf ook. Ik heb heel veel headsets gehad waar je gewoon... Ja, niet, geen bril? Nee, oh, nee, niet dat probleem. Nee, dat is echt van nerds. Maar nee, heel veel headsets die gaan over verloop van tijd, heb je het idee dat ze je hoofd in elkaar willen drukken. Ja, dat je oren gemorst worden. Ja, precies. En ik heb dan van Rockat heb ik een mooie Cave XTD headset die ook heel licht is. En die heb ik juist 2 jaar lang gebruikt, omdat dat niet aanvoelde alsof mijn gezicht in elkaar gedrukt werd. Ik zet deze op, ik dacht, oh oké, dit SteelSeries kan dat dus ook. Gewoon echt lekker lichtgewicht, comfortabel, blijft lang goed zitten en verder ook gewoon prima kwaliteit. Ik vind met die Cave XTD trouwens van de Rockat, vind ik altijd die schijf die je erbij krijgt zo vervelend, joh. Oh, dat is met de 5.1 is dat. Ik heb de stereo, dus het is gewoon makkelijk met kabeltje, gelukkig. Die normale voor plebs. Ja, inderdaad, ik heb de plebs versie, maar... Nou ja, sowieso, Peet zei van, wil je die SteelSeries zetten? Je hebt toch een vele duurdere? Nee, want de Cave XTD was €90 en dit model is €130. In ieder geval wel de X300. En dat is overigens ook het verschil. Dit is dus een Xbox One headset. Ja. / PC, terwijl Siberia normaal V3 is gewoon PC. Maar het enige verschil is eigenlijk dat er een headset adaptertje voor je Xbox bij zit. Die tegenwoordig ook al best wel overbodig is. Omdat de nieuwe generatie Xbox One controllers heeft gewoon de jack. Ja, precies. Inderdaad, ja. Maar ja, dus dat betaal je dan iets meer voor zo. Maar het is eigenlijk ook gewoon de V3. Ja, en net wat je zegt, voor de PC-gamers zeg maar, je krijgt deze twee er ook bij. Ja, en dat vind ik zo fijn, want het werkt gewoon met 1 jack die je dus in een controller kan steken of in een notebook of in je mobiel, dat je ook de microfoon ervoor kan gebruiken. Zo fijn. Ja, dat is echt heel fijn en dan los, een soort van semi-modulair kun je wel zeggen, steek je hem ook gewoon zo in je computer. En ik vind dat heel fijn, want ik heb mijn Xbox en mijn PC naast elkaar staan. Deze gaat gewoon direct in mijn Xbox One controller en die ligt standaard aan mijn PC, zodat ik hem heel snel klik erin kan zetten en dan is weer mijn PC headset. De kabel is ook behoorlijk lang in totaal, dus het is niet dat je zeg maar... Ik heb wel eens een keer vroeger dat ik zat zo te gamen omdat mijn kabel bij mijn computer zat zo. Ik heb heel veel goedkope headsets gemold door heel snel weg te rennen, zo van oh, er is iemand aan de deur, kling, weet je wel, 2 stukken. Dat je schrikt, weet je wel. Ja, dat heb ik dus ook wel veel gehad. Ja, maar dit, het is ook het is geen gewoven gevlochten kabel, maar hij is wel hoogwaardig. Dus het zit allemaal goed en het is mooi afgewerkt. Maar ik wil eigenlijk even door naar de geluidskwaliteit. Want natuurlijk, hè. Je wilt natuurlijk weten wat voor geluid erachter zit. Ja, headsets hebben natuurlijk allemaal een beetje specifiek profiel. Ik moet persoonlijk zeggen, als ik hem in mijn Xbox stak, meteen was het gewoon goed. Voor game sessies en voor communicatie, prima. Nee, dat was echt niks op aan te merken. Toen ik mijn PC aansloot, toen had ik het idee van... Oh, die Rockat headset was per definitie al heel stuk helderder. Met fijnere bastonen. Dan was hij een beetje... ik weet niet, donker. Een beetje bedompen. Klopt, ik wou zeggen. Ik had met de bas had ik een beetje hetzelfde. Dat ik hem nogal... Ja, ik hou van iets meer bas, zeg maar. Vermogen. Maar goed, en niks wat je natuurlijk niet zelf kan aanpassen in de instelling. Maar goed, dat is natuurlijk niet iets waar je dan helemaal... Nee, want uiteindelijk heb ik gewoon mijn equalizer erbij gepakt en wist ik hem wel heel fijn te krijgen. Dat vind ik overigens ook een voordeel. Dat is geen USB-headset, want USB-headsets werken vaak met hun eigen software. En hier kun je gewoon je moederbord geluidsinstellingen gewoon wijzigen. Ja, precies, dus dan hoef je niet...
Ik vind het altijd fijn als ik gear heb waar ik niet nog allemaal tig andere programma's voor de achtergrond moet draaien. Dat je drie cd's krijgt bij je headset. Ja, dat je denkt, ja. Okay. Ja, of dat ik weer een of ander, net zoals met Razer Synapse, dat je dan zo'n enorm zwaar programma de hele tijd op de achtergrond moet draaien om er maar voor te zorgen dat al je apparatuur werkt. Het is gewoon erin klikken en je bent klaar en dat is echt heerlijk. Precies. Overigens moet ik ook zeggen dat ik wel aardig te spreken ben over de microfoon. Die komt er gewoon uit, die kun je gewoon eruit die rollen. Die heb ik niet geprobeerd, laat me zien. Ja, nee, het leuke is, hij zit verborgen, dit zijn alle Siberia headsets en je trekt hem eigenlijk gewoon zo uit. En je kunt hem ook nog een beetje buigen. Al moet je daarmee oppassen, want dat buigen dat kan er heel snel uitgaan. Dat het een beetje fijn terugveert, ja, dat doet hij dan goed, een tijdje dat niet is meer. Op een gegeven moment, dat is gewoon, dat heb je gewoon met dingetjes die je zo kan buigen. Hi, sorry, ik kom even inbreken. Ik hoorde dat mensen tegenwoordig ook een microfoontest willen hebben van headsets. Bij deze, dit is de microfoontest van de SteelSeries Siberia V3. Oftewel de SteelSeries Siberia X300. Alsjeblieft. Ja, maar daarom maar het ook, ziet er wel chic uit. Ook dat je hem weer in kan draaien. Kijk, je kunt er ook gewoon prima mee over straat. Gewoon als je lekker je muziek wil luisteren. Weet je, als je die headset erin duwt, dan is het gewoon best wel een hippe happening headset voor jou in de trein. Terwijl je keihard drum en bass of zo erop zet. Precies. Ik moet overigens wel zeggen, hij zit heel comfortabel, maar hij sluit ook wel aardig af. Hij heeft flinke passieve noise cancellation, omdat je hier dat imitatieleer om je oren heen hebt zitten. Dus je moet niet verwachten dat hij heel erg open is, maar... Al met al... Als je moeder roept dat je moet afwassen, zeg maar, dan kun je nog altijd zeggen van... Ja, sorry, ik had de headset op. Ja, precies. Daar kun je mee wegkomen. Want mijn huisgenoot is één keer thuisgekomen en ik had het niet door. Dat hij al een kwartier lang in de kamer liep. Toen dacht ik, oh, ben jij hier in één keer? Ik heb de deur niet open dicht horen gaan. Dus dat was even wennen. Maar hey, al met al, €130 is misschien wat aan de vele kant. Maar ja, dat is dan ook de versie dat je de Xbox One headset erbij krijgt. Dus, dat inderdaad, hij is gewoon van multiple platform inzetbaar, zeg maar. Ja, nee, precies. Moeilijk woord. Dus, multi-platform headset. Nee, ja, ik moet ook zeggen, het is absoluut geen verkeerd ding. Ik moet zeggen, als je zit te twijfelen van moet ik hem kopen, moet ik hem niet kopen, ga naar de winkel, probeer hem zelf een keertje op. Ja. Dan merk je gewoon dat hij echt gewoon, oh, het knuffeltje oren als het ware. Ja, maar hij is ook zo vedertje licht. Ja, precies. Je voelt hem amper niet. Hij zit echt heel fijn. Nee, ja, dat is het grootste voordeel. Maar ja, qua geluid... als je een ander profiel hebt, als je een heel uitgesproken geluid wil. Ik heb ook wat andere recensies over dit model gelezen. Ik hoorde toch veel mensen zeggen dat ze het geluid wat saai vonden. En daarin kan ik me vinden. Het heeft niet overdreven sterke bas. En je hebt ook niet van, oh, hij is heel helder als er gesprekken in een film zitten. En hij is ook niet van, oh, hij doet juist het hoge, doet die kristal clear, zeg maar. Het is een allrounder en je kunt hem fijn instellen. Maar hij heeft niet zijn eigen, zoals bijvoorbeeld, weet je, een hele dure Sennheiser headset. Heeft zijn eigen klank. En dat mist de Sennheiser Siberia. Maar voor een allrounder headset is het goed. Maar al die S'en, Sennheiser, Sonos, SteelSeries Siberia V3/X300 met dit ding erbij. Een degelijke headset in het medium prijsrange segment. Onze Halo Chief is overtuigd. Onze Halo Chief, ja. Ja. Kijk er goed? Ja, dat is helemaal goed inderdaad. Het is duidelijk dat jij echt een Xbox man bent. Sorry. En die Vipa Vignata of zo, dat... zeg maar ook iets, ja. Ja. Is dat voor de PlayStation of niet? Ja, en de Bumset Overflingerflang. Ik veel allemaal top titels, joh. Ja, top titels. Halo, wie speelt het? Ik. Best wel relaxed. En, hey, Master Chief's gedecapiteerde hoofd ligt hier. Zullen we even respect hebben voor de jongen en de serie die hij heeft voortgebracht? Hij hoort het toch niet. Hij heeft een noise cancellation op. Ja, ik weet het niet. Zit dat op zijn oor of niet? Nee. Maar zijn hoofd zit er ook niet in. Maar dat is de helm. Oh. Dat is wel jammer. Kun je die helm opnemen? Ben jij je hoofd?